Oké, dan gaan we weer met z'n allen, dames en heren. Handjes in de lucht, dan komt ie. Daar gaan we! Amsterdamse grachten. Hallo. Hier is het, hè? Hier is het. Mooi, man. Verzorgingshuis De Koperhorst. Nou, De Koperhorst. Hoe klinkt dat? Ja, goed. Waar zijn die auto's? Zou dat nou voor bezoekers zijn of zou het van die mensen zelf zijn hier? Wat denk jij? Er staan nogal wat autootjes van schade tussen. Lampje eraf en zo. Weet je wel, bumpertje ingedeukt. En dan staat die dikke Audi van jou naast. Maar het gaat om het feit dat ik me af zit te vragen of die mensen nou zelf nog rijden of niet. Ja. Gelet op de schade zou het kunnen voorkomen dat ze nog wel zelf in die auto stappen. En nu komen we hier om jou wat warmer te maken. Shit, en dan ben jij die mensen aan het betichten van schade rijden. Dit is een slecht begin, Wilfred. Ja, sorry, dat had ik niet moeten doen. De Koperhorst, hoe kom je hier ook, man? Nou, we hebben overal gebeld, alleen hier mochten we naar binnen. Dat vermoed had ik al. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, hallo, Wilfred. Wilma, welkom. Je hebt geen naam? Ik heb wel een naam, hoor. Ja, dag, hallo. Wilfred, oh, ja. Hallo, dag. Wilma, ja. Wie wou je ook graag draaien? Bram Krikke. En echt wat waar? Hebben jullie met hem gedaan? We hebben hem afgewezen. Dat meen je niet, echt waar? De Bram Krikke? Ja. Wat leuk. Ja. We gaan voor Wilfred. Wij willen dat hij die prijs wint. Dat bedoel ik. En ik heb begrepen die meneer ook, dat zie ik aan hem gewoon. Ja. Ja, ik moet hem gewoon winnen, toch? Ja, tuurlijk. Hier, dat wil ik horen. Dat soort teksten. Goed, u kent Wilfred? Kijkt u ook altijd naar VI? Ja, zeker. Maar dit gaat over de radioprijs, hè? Ja, dat maakt niet uit. Nee, niet uit. Radio en tv. Het is allemaal VI, hè? Ja, maar kent u Wilfred een beetje als een warme man? Wat denkt u aan als u Wilfred ziet? Wat denkt u aan als u Wilfred ziet? Wat gaat er dan door u in? Nee, niks echt. Ik moet hem blijven proberen, misschien bij die mevrouw wel. Ja. En u als u Wilfred ziet, wat is dan het eerste wat door u heen schiet? Zo'n sap. Oh, en dat weet ik niet meer, hoor. Ik krijg het nog niet echt nog. Ik ben ook 93. 93, zeg. Ja. Het is hier allemaal de oude hap. Zeker weten. Ja. En kijkt u ook vaak naar Wilfred op tv? Kijkt u ook vaak naar Wilfred op tv? Ik weet dat deze mevrouw het programma wel kent, hoor. Ik vertraag niet. Ik ben doof. Heb u Wilfred wel eens op tv gezien? Nee. Oh. Kan ik nog iets voor jullie halen trouwens? Een koekje, een kussentje om te zitten of zo? Of u heeft wel een koekje, ja? Nee, ik geef geen koekjes. Nee. Nee, u heeft geen koekje, nee. Maar ook geen kussentje om even lekker te zitten? Of dat hij u even de rug masseert? Nou. Wat een vraag! Dat is de video. Maak het kliniek steeds zo onhandig. Nou nee, kijk, het gaat om het volgende. Ik heb een hele lange wachtlijst hier, hoor. Dus je moet... Een lange wachtlijst. U dacht dat Wilfred erbij wou? Ja, je moet er bij tijd bij zijn. Ja. Ik zie allemaal mensen met lege kopjes, Wilfred. Ja, zal ik even koffie? Wil je de koffie? Ja, kom maar, Jan die stond hier. Wilfred haalt de koffie. Ik even de koffie natuurlijk. Ja. Waar is Jan? Liefhebbers voor koffie eigenlijk, of niet? Heerlijk. Ja, kopje koffie? Nou, kijk eens aan, zeg. Ja, dat is toch een service, hè? Nou ja. Nou, niet zo vol. Niet te vol? Klein beetje? U bent getrouwd, begrijp ik? Ja, nee, oké. Okay. Ja, de melk ook even. Zo genoeg? Ja? Klein beetje nog. Ja, ja, nou, sorry hoor, maar ik wist niet dat u kwaad werd. Zou dat goed in de gaten? Ja, je wordt er doodziek van. Je wordt er doodziek van, zegt hij. Sorry, stop, ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Oh, je gaat het leukst doen. We hebben gehoord dat je zoveel karaoke houdt. Jongens, ik voelde hem al aankomen. Ja. Nou, maximaal. Nu hebben we geen karaoke, maar we hebben wel iets anders. Neem me mee. Wij hebben een dankjewel. Wij hebben ons eigen koor. Ja, dat hoor ik, ja. Jullie een koor hebben, ja. Ja. Ik ga wel heel ver, geloof ik, nu, hè? Ja. Alles voor de follows. Nee. Voor de radioring, dat is Bram. Alles voor de radioring, hè? Voor de follows is Bram? Ja. Stem, hè? Goedemorgen! Krijg nou wat, zeg, daar zitten ze. Even klappen. Dit is Wilfred Genee. Spontaan. Oh ja. Even een uitbundig applaus voor onze Wilfred. Ja, dat is echt staande ovatie. Een huis aan de gracht. In Oud-Amsterdam. Water. Nee joh, sorry niet erop, maar het is 's ochtends, man. Oké, dames en heren, gaat hij met z'n allen? Komt ie! Aan de Amsterdamse grachten
heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten. Oké, dan gaan we weer met z'n allen, dames en heren. Handjes in de lucht, daar komt-ie, daar gaan we! Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad van het land. Al die Amsterdamse mensen, kleine kokette Katinka, ben jij verlegen misschien? We willen toch graag nog heel even een glimp van jouw wipneusje zien. Ja, gaat lekker, mensen. Ja. Nou, wat een wereldse ervaring was dit, toch? Mag ik gewoon doorlopen? U mag gewoon doorlopen. Ja, 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 ja. Staat uw auto hier of niet? Ja. Ja? Oh. Ja, we zagen wat auto's met schade staan, dus we vroegen ons af. Wat zegt u? Er zijn wat auto's met schade, maar dat heeft u niet. Ik zie het, u bent een hele kordate mevrouw nog. Met auto met? Met schade, waren met auto's met schade. Maar u bent gewoon nog heel kordaat, merk ik aan u. Nee, maar ik woon ook hier niet. Nee. Ik woon hier op bezoek. Oké, dan is het goed. Ja. Wat bent u nieuwsgierig? Ja, sorry. Luister, ik ben alle schaamte voorbij. Het maakt mij niet zoveel meer uit. Nee. Dus ik heb ja tegen dit hele idee gezegd. Dan, moet je ook, dan vind ik ook dat je ervoor moet gaan. En voel je hem nog steeds? De radioring. Ja, voel je nog steeds dit idee, de campagne, dat dit de weg is naar de radioring? Het is dubbel, hè, want ik moet jullie ook redden daardoor. Dus daarna moeten we Poon nog op de kaart zien te houden. Dus precies. Het gaat twee kanten op. Dus we moeten met de mensen eerst gaan stemmen dus op die radioring. Ja, doe weer het oproepje. Nee, nou, dat hoeft niet eens zo. Maar op Veronica en Zij, dus via de radioring.nl. En als ze dat eenmaal gedaan hebben, dan moeten ze meteen ook lid worden van Poon, dus begrijp ik. Precies. En er is een karaokeavond als het allemaal lukt. Ja, met het koor waarschijnlijk.